We zijn aanbeland bij speelronde 27 en dat betekent tijd voor de klassieker. Ajax Feyenoord in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Er zijn weinig mooiere vooruitzichten dan dat. De sfeer zondagmiddag zal in schril contrast staan met de klassieker van vorig jaar. Aller, dit is Gravenberg en Gravenberg zoekt en vindt de treffer. De openingstreffer van Gravenberg in de 22e minuut. 100 jaar geleden vond de eerste klassieker op Amsterdamse bodem plaats. En in die afgelopen eeuw zijn er genoeg memorabele wedstrijden gespeeld. De klassieker onder de klassiekers is waarschijnlijk die uit 1983. Johan Cruijff speelt met Feyenoord tegen zijn oude club. Maar het zijn Marco van Basten en Jesper Olsen die de show stelen. Ook nog sneller dan Cruijff. Olsen. Natuurlijk het strafschopgebied in. Goeie bal en het doelpunt. Wat een schitterende goal van die Jesper Olsen. Vanenburg. Nou. Rian Vrij. Hophoff. Aan de andere kant is Van Basten helemaal vrij. Ja, en nu? Dag Hiele. 6-2. Van Basten en Olsen. En Olsen nog een keertje op weg. Los van Van der Kooijput. Los van Hiele. Hij is de grote man. Van Basten. Alles winnen ze nu natuurlijk. Ja, ook zo'n goal nog. Ja hoor. Ook dat nog. 8-2. Marco van Basten. Maar had Olsen die 7-2 niet moeten afspelen op Van Basten? Tuurlijk. Maar hij scoorde enough goals. Andere grote klassiekerman is Ruud Geels. In 1975 zet hij Amsterdam compleet op zijn kop. Muren. Geels, ja, schitterende kopstoot. Ruud Geels, het is 3-0. Paas van Zuurbier. Rijsberg op fout, ze gaat Geels. Gaat Geels zelf scoren. Ja, de hat-trick van Ruud Geels. Dan komt Geels er weer achter vandaan, gaat misschien zijn vierde goal maken. Geels, nee, Treitel. Hij zit erin. Hij zit erin, toch, via de handen van Treitel. Geels, ja, 6-0. Ruud Geels, zijn vijfde treffer van deze avond. In totaal scoorde Geels 7 keer in de thuiswedstrijden tegen Feyenoord. Eentje minder dan Jari Liedmanen. De Fin maakte er 8, waaronder een prachtige treffer tijdens de eerste klassieker in de arena. Kluivert, Liedmanen die dat ook kan bekronen met een prachtig goaltje en een schitterende goal, 3-0. Maar de absolute topscorer in alle edities van Ajax Feyenoord is Sjaak Swart. Hij scoorde maar liefst 9 keer. En zijn mooiste maakte hij in 1966. En dan spoelen we een heel eind door naar 1998. Ajax behaalt een klinkende 4-0 overwinning op Feyenoord. Maar niemand heeft het na afloop nog over de uitslag. Arthur Lats. Witsche. Oh, Gerry Muren, maar dan in veelvoud in kwadraat. Gerry Muren in Bernabeu. Overlatsen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en net geen 10. In competitieverband is Ajax Feyenoord 65 keer eerder gespeeld in Amsterdam. Daarvan wonnen de bezoekers 11 keer, 16 keer bleef het gelijk en 38 keer won Ajax. Feyenoord wist in al die wedstrijden 68 keer het net te vinden en Amsterdammers scoorden maar liefst 150 keer. De snelste daarvan viel in 2017. Al na 14 seconden wordt Lasse Schöne onderuit gehaald. En de rest is geschiedenis. Schöne probeert het ineens. En die zit er meteen in! Lasse Schöne in de eerste minuut! We zijn begonnen! 10-10-10 klinkt in de arena. Wat een start! We hebben al veel prachtige treffers gezien. Die van zojuist van Lasse Schöne, de kopbal van Ruud Geels, het schot van Sjaak Swart of de doelpunten van Olsen en Van Basten.
Maar ook die van Urbi Emanuelsson uit 2009 behoort tot een van de mooiste klassieker doelpunten. Emanuelsson. Emanuelsson zorgt gewoon voor het opbergen van allerlei discussies. Want hij is er weer. Wat is dit de man van de laatste, in ieder geval 8 dagen. Want wat schiet hij ze er lekker in. Boom! Stuk voor stuk prachtige goals. Maar jullie zaten natuurlijk allemaal te wachten op deze. Van der Vaart voor de goal. Mitea sluit aan. Sneijder is er ook. Mankracht genoeg. Mitea. En goal! Wat een wonderdoelpunt van Rafael van der Vaart. De voorzet van de Jong wordt weer teruggebracht voor het doel door Mitea en Sy van der Vaart. Het is instinct. En geen idee. Oh, wat een goal. Zondagmiddag om 2:30 is het dus tijd voor de klassieker. In een uitverkochte Johan Cruijff Arena gaat Ajax proberen om de 7e klassieker op rij in Amsterdam te winnen.